tomatensaus ergens overheen. Maar sinds ik geen pasta meer eet, is het lastig. Want ik heb wel die tomatensaus, maar dan weet ik niet altijd waar ik het overheen moet doen. Nee. Dus ik had een poosje geleden dat ik gewoon een omelet heel dun gemaakt. En daar overheen. En toen parmezaan eroverheen in rucola. En dan was het een soort van omelet pizza achter. Oh, lekker. Heel erg lekker. Ja, ja. Ja. Mijn naam is Omer Kabiri en ik mocht hier weer eens een keertje aanschuiven van Ronnie Overgoor bij het Mijn Gesprek. En ik mocht iemand meenemen en ik heb iemand meegenomen. Voor mij is het een levende legende. Ik heb hem in 2012 mogen ontmoeten. Ik heb vele avonden mogen doorbrengen met hem aan de wodka en er komen er toch hartstikke mooie dingen aan. Vandaag hebben we water, geen wodka. Ik hoop dat even goed nog wel gaat zorgen voor vele mooie uitspraken. Ik heb het over niemand minder dan meneer Edward Badoel. Tik hem aanhouden. Tik hem aanhouden. Alles lekker. Ja, top met jou. Ja, gaat goed. Gaat goed. Ja, 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 ja. Ik begreep dat je een casting vroeger bent uitgelopen vandaag. Ja. Om hier te mogen zijn. Ja. Bij mij aan tafel. Ik kan het ook wel begrijpen dat je dat hartstikke graag wou doen. Maar ik ga zo weer terug. Je gaat zo weer terug naar de casting. Oké. Okay. Ed, ik ken jou vanuit het vak. Ik ben met jou in aanraking gekomen terwijl je werkt aan een project. We hebben onze wegen moeten vinden naar elkaar toe en nu gaat het hartstikke goed. En ik vind het persoonlijk altijd een best wel leuk om met jou te zitten, te praten over het vak, te gaan filosoferen erover. Daarnaast heb je ook veel raad wat betreft vrouwen. Dat heeft mij ook vaak al mooie dingen mogen opleveren. Maar we gaan het vandaag hebben over één ding. En het gaat over het reclamevak, maar dan voornamelijk gefocust op talent. Trouwens, heb je een goed weekend gehad? Ja, top weekend. Ja? Ja. Ja. Fijne dingen meegemaakt? Heel rustig gedaan. Echt rustig, het rustigste weekend in tijden. Heerlijk. Ja? Ja, veel, wel wat gewerkt. Okay. Een klein beetje administratieve dingen, huishoudelijke dingen, gekookt, boodschappen, dat soort dingen. Ja. Okay, nou, heerlijk weekend. Ja, het leven van Ed in het weekend. En nu kennis, de wereld kent je nu ook wel een stukje beter vanuit het weekend. Ik ga het eigenlijk hebben over talenten, waar ik het eigenlijk over gaan hebben. Er is een onderzoek, wat ik je net ook heb laten lezen, van uitgevoerde de VA's. Die heb ik binnengekregen via Tom de Bruyne op Twitter. En dat vond ik eigenlijk best wel een mooie aanleiding om met jou over te gaan hebben. Het gaat eigenlijk over talent. Een talent binnen de wereld van de reclame. En hoe talent momenteel binnen de reclamewereld een grote uitdaging is voor de reclamebureaus om het binnen te halen, binnen te houden en te cultiveren. En ik ben eigenlijk benieuwd om daarmee gewoon van wal te steken. Jij, Ed, vroeger toen jij jong was, hoe kwam jij erachter dat jij talent had voor de reclamewereld? Ik wist niet, nog steeds niet zo heel zeker of ik wel talent heb voor de reclame, maar ik wist wel dat ik het heel graag wilde. Ja. Dus toen ik een jaar of 15, nou, ik moet niet overdrijven. Kijk, ik wist sowieso al dat ik iets creatiefs wilde doen. Toen ik een jaar of 12 was, had ik al besloten, ik ga naar de kunstacademie. Ja? Toen moest ik alleen nog uitzien te vinden welke richting ik dan ging doen. En toen ik een jaar of 15, 16 was, toen las ik een artikel over de reclame. Dacht ik, dat is het. Okay. Het was ook midden in de jaren 80, dus was ook een soort mooie balans tussen, het was een hele zakelijke yuppie-cultuur en en creativiteit. Mm. Dus het kwam voor mij echt heel goed samen. Dus ik ging uiteindelijk, toen ik dat wist, wist ik ook dat er was maar één kunstacademie waar ze als major advertising hadden. En dat is in Rotterdam, de Willem de Koning Academie. Ja. Dus daar ben ik om mijn 17e begonnen. Oh, 17 al. Ja. Nice. Ja. En daar ben je je eerste stappen gaan zetten binnen de reclamewereld. Je had daarvoor ook nog dat je iets, ik las dat, je hebt een soort van Wikisage, bijna een soort van Wikipedia over Edward Badoel. En dan staat dat je ook op 12 jaar geleden met de VPRO dingen aan het doen was. Dat was voor jou de beginwereld om te werken met media? Ja, dat was wel, er waren wel mijn eerste schreden in de media. Ja, dat klopt. Ik was een jaar of 12, 13 toen was ik Wim T. Schippers fan. Okay. Dus, en ik wilde heel graag in zijn aandachtsveld komen. En ik had het natuurlijk mee dat ik jong was. Ja. Dus toen ben ik een tijdschriftje gaan maken. En dan schreef ik alles en tekende alles. En ik maakte die layouts. En ik stuurde die boekjes naar hem op. En toen, voor je het wist, had ik een uitnodiging om bij hem in de uitzending te zitten. Bij Ron van Vlom met Jacques Plafond. Oh, tof. Maar dat vond ik heel leuk. Dat werkte al best wel goed. En daarna op mijn 14e heb ik mijn eerste animatiefilm gemaakt. Die heb ik ook opgestuurd naar een regisseur bij de VPRO Kindertelevisie. Ja. Nou, werd meteen uitgezonden. Ik mocht er meteen nog één maken. Ja, en dat was echt, dus toen kreeg ik een beetje de smaak van publiciteit te pakken. Zeg maar. Die kon je een beetje, die curve die pakte je toen zo mee. Ja. Gewoon eigenlijk gewoon een beetje autodidact, gewoon proberen, testen. Ja. En zo kon je op de Willem de Koning Academie. Ja, in ieder geval wist ik zeker dat ik iets creatiefs wilde doen. Ja. Maar en voor mijn beroep, zeg maar. Niet voor de hobby. Want voor mij was dat gewoon een heel duidelijke route. Ja, voor jou, voor mij is je hobby en je beroep is gewoon één. Gewoon, het is gewoon wat je doet, wat je leuk vindt. Ja, dat is een duidelijke marsroute. En dat wist je al van jongs af aan. Ja. Hoe was de jonge Ed op school? Hoe was jij met de leraar bijvoorbeeld van de Willem de Koning Academie? Ik was heel aardig en ik luisterde precies naar wat ze deden. Nee, ik was wel een beetje... Ja? Nou, ik was wel een beetje eigenwijzig, denk ik. En Beetje. Dat resulteerde erin dat ze me eigenlijk van de academie af wilden hebben.
Oh ja? Dus, wat was de reden daartoe? Gewoon puur alleen maar je tegendraadsheid? Dat hebben ze nooit letterlijk zo gezegd. Ik weet alleen dat ik had om over te gaan vanuit het basisjaar naar het tweede jaar, had ik een bepaald aantal punten nodig. En bij één vak had ik een onvoldoende, of bij twee vakken had ik een onvoldoende. En die moest ik compenseren. En die had ik gecompenseerd met andere vakken. Maar toen hebben ze in de lerarenvergadering besloten om me die compensatiepunten toch niet te geven. Okay. En toen gaven ze me als advies van de academie af te gaan. Maar dat mag wettelijk, mogen ze het niet van afschoppen. Mm-hmm. Dus ze moeten je de kans bieden te dubleren. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. Dat was een heel zwaar jaar. Want toen hebben ze me echt twee keer zo zwaar gemaakt. En het was al een heel zwaar jaar sowieso, basisjaar. Ja. Dat is echt, echt Spartaans bijna. Ja. En, maar die, ben ik, dat gedubleerde jaar heb ik doorstaan. En, met een jaar vertraging uiteindelijk toch in de reclame terechtgekomen. Oké, wauw. Dus maar wat werkte heel erg goed voor jou op school om jouw talent te ontwikkelen? Wat prikkelde bij jou? Wat bij mij goed werkte, dat kwam eigenlijk pas laat. We kregen in het derde jaar van reclame kregen we een aantal van die Amsterdamse snelle reclamejongens die kwamen ons lesgeven. Mm. Maar die gaven helemaal geen les, die hadden helemaal geen didactisch talent. Dat waren hele slechte leraren eigenlijk. Okay, yeah. Maar ze inspireerden wel, want ze parkeerden zo'n rode cabrio zo vol op de stoep bij de kunstacademie. Oh, ja? Ja, wat natuurlijk helemaal niet mag, maar gewoon een statement te maken. Ja, en die kwamen altijd half lam kwamen ze de klas in en namen ons mee naar de kroeg. En dacht van, nou, dat is toch wel een grappig wereldje. Dat prikkelt dus gewoon. Ja. Dat grootste, dat cowboygedrag. Dat was eigenlijk hetgene wat jou triggerde om wellicht die kant te zetten. Nee, ik had die kant al gekozen. Okay. Maar we hadden verschillende soorten leraren. We hadden hele ambachtelijke leraren. Leraren die een layout leerden maken. Of leraren die je leerde hoe film in elkaar steekt. En daar had ik feitelijk het meeste aan. Alleen, ik geloof erin dat de kunstacademie vooral een plek is waar je gefaciliteerd wordt om een portfolio te maken. Mm-hmm. En die mannen zaten eigenlijk alleen maar op ons portfolio te drukken. Alleen maar van, ja luister, je moet een goede map hebben, anders krijg je nooit een stageplaats. Ja, ja, ja. En heel ongenuanceerde kritiek op het werk wat je maakte. Okay. Dus daar had ik het meest aan. Ja, ja, gewoon recht van zijn raad. Dus gewoon die fundering, niet te veel van die poeha en zo voorts eromheen. Gewoon daadwerkelijk om het vakmanschap. Dat was zo'n dat is de ene kant. De ene kant is de vakmatige, de ambachtelijke basis, die heb je nodig. Maar zij inspireerde meer van. Ze inspireerde meer om gewoon harder eraan te trekken. Ja, ja, ja. Echt, want het is niet snel goed genoeg. Ja. Dat leerden zij ons eigenlijk. Mooi. Dus dat was een mooie mix eigenlijk wel bij de academie. En toen je eenmaal van de academie had, die mooie wagens die voorgeparkeerd werden, die mensen die binnenkwamen vanuit het vak, die dan zeg maar de andere kant aan het aantonen waren. Oké, dan ga jij als jonge Ed met je portfolio, trek jij erop uit en dan ga je proberen natuurlijk je gig te zoeken, dat je kunt gaan starten. Waar ben je begonnen toen? Ik ben bij FNV begonnen. Dat was toen het meest. Met PMS waren twee bureaus eigenlijk. De twee grootste bureaus waren PMS, VW, Y&R. Ja. En de andere was FHV, BBDO. Ja. En ik ben bij FHV begonnen toen. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn bij FHV begonnen. Dus echt vroeger was dat echt een kweekvijver voor talent. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik had die stageplaats eigenlijk al in het derde jaar, terwijl we pas in het vierde jaar mochten stage lopen in die periode. Dus ik was eigenlijk al vrij vroeg en ik ben daar ook gebleven. Dus ik heb daar 7 maanden stage gelopen en ik kreeg een baan aangeboden en ik ben eigenlijk daar begonnen. Oh, mooi. Ja. Was het een mooie plek om je eerste stappen te zetten? Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ik zou eigenlijk met een klasgenoot van mij zou ik daar eigenlijk gaan stage lopen. En die vond een ander maatje binnen FHV. Mm-hmm. Hij was een paar maanden eerder begonnen en toen de toenmalige creatief directeur Walter Amerika, die vroeg of ik bij hem dan maar op de kamer kwam zitten. En het leuke daaraan was, hij had een geweldige klantenlijst. Dus ik had al. In mijn eerste maand van stage was ik al een commercial aan het draaien. En dat is eigenlijk iets wat je pas doet als je senior was of zo. Dat was een mooie start. Dat werkte goed, zeg maar. Dat je meteen al werd in het diepe werd gegooid. Ja, dat was iets waar FNV onbekend stond. Die waren niet zo zuinig op stagiaires. Die gooiden ze gewoon meteen in het diepe. Ja. En als je dan was aangenomen, je was een junior, dan moest je ook echt helemaal vanaf de bodem beginnen. En dan wel echt het ambacht. Ja. Assistent art director, junior art director, senior. Ze hadden een heel duidelijk carrièrepad. Wat belangrijk was, want het maakt het opleidingsniveau van Nederland voor Nederlandse creatieven was daardoor heel hoog. Vrij hoog, ja. Ja, ja, ja. En hoe was je daar als jong talent? Bedoel, je krijgt dan meer zelfvertrouwen, je bent dan weg van de academie, je wordt in diepe gegooid, je maakt mooi werk enzovoorts. Was je mannetje daar zo? Het was niet veel beter dan op de kunstacademie. Maar dus je ook stiekem gewoon op een gegeven moment gewoon weghalen daar ze bij VWDO's als op de academie? Ja, daar konden ze me wel ontslaan. Dat hebben ze ook gedaan. Dus dan ben ik wel gewoon
Dus toen ben ik wel op straat beland na 7 maanden. Na 7 maanden stage. En ik geloof dat ik dan nog 6 maanden... Heb gewerkt. Ja, ik had een jaarcontract, maar dat hebben ze na 6 maanden beëindigd. Oké. En daarna ben je gewoon verder gegaan binnen het vak. Maar ik weet nog wel dat jij een anekdote waarbij je altijd een beetje binnenkwam gelopen binnen bij de seniors van de afdeling. Ja, ja. De grote bek en een beetje al die dingen uitdagen, zeg maar. Ja. En toen op één dag zag je één werk waarvan je dacht van wauw. Ja, dat was toen ook een erg goed bureau. Daar kwam ik vlak daarna kwam ik daar terecht. Dat heette DNBNB, weer zo'n lijst initialen. Ja. En daar werkte Lucas van de Ven. Hij is nu creatief directeur bij NS5. Mm-hmm. Vind ik een erg goed bureau. Echt, misschien wel het beste bureau van het moment in Nederland. Ja, ja. En Lucas die werkte toen met Edward van Tilburg. Mm-hmm. En ik liep altijd hun kamer op om een beetje te zieken. Van, waarom hang je dat nou op? Wat een crap. En op een gegeven moment hadden ze iets hangen. En ik kwam eigenlijk alweer zo binnenlopen. En ik dacht al, ik ga ze even flink afzeiken. Mm-hmm. En er hing daar een billboard. Maar echt in een soort van de mooiste eenvoud die ik ooit had gezien. Ja. Dus ik ging zitten en ik verstokte gewoon. Ja. Fuck. Ja. Ik was zo jullie weer helemaal stil. Vanaf dat moment heb ik me wel... wat gedijsder gehouden. Ja, het was eentje van NS toch, waarbij... Ja. Wat was het ook weer? Het is te mooi voor woorden. Ja. Het is gewoon een blauw vlak en een geel vlak. Ja. En daaronder staat met NS naar het strand. Ja, ja, ja. En dat is gewoon nijntje-achtig, te simpel, het is zo mooi. Ja. Als je dat dan ziet, als je dan zoals jong talent, je krijgt dan de ruimte om wel een beetje dat mannetje dan zo te zijn en die seniors een beetje uit te dagen. Je komt daar binnen, je ziet ook dat ze goed werk maken. Was dat voor jou, zijn dat jouw mentoren een beetje geweest? Dat soort type mensen die je wel de ruimte gaven om Ed te kunnen zijn en een beetje te kunnen uitdagen, maar wel gewoon goed werk maakten? Of? Ja, dus ik heb 2 soorten mentoren gehad. Dat is eigenlijk weer bijna hetzelfde verhaal als op de academie. We hadden toen bij DNBNB had je Karel Bijen. Ja. En dat was, hij was een soort van reclame-icoon nog steeds, hoor. Die echt zo gruwelijk veel lampen, dat waren Nederlandse reclameprijzen, had gewonnen. Alleen al het jaar daarvoor, voordat ik daar kwam werken. Mm-hmm. En Karel die heeft mij toen laten switchen van art director naar copywriter. Dus die heeft van mij tekstschrijver gemaakt. Ja. Dus daarom had hij alleen al een goede invloed. Maar hij was ook extreem streng. Dus daar was hij, zeg maar, het type leraar. Gewoon heel recht voor zijn raap. Heel ongezouten kritiek. Mm-hmm. Maar dan heb ik ook later... eigenlijk met mijn 2 mentoren. Andere mentor is eigenlijk Martin Boomkens geweest. Mm-hmm. Dat was juist heel erg de enthousiasmerende factor. Okay. Dat was de man die juist heel erg geloofde in je ideeën. Mm-hmm. Dus ik heb dat allebei nodig. Dat hele kritische heb ik nodig. Maar ik heb ook dat hele opbouwende, enthousiasmerende nodig. En hoe hard heb je eigenlijk een mentor nodig dan eigenlijk in zo'n vlak? Ik bedoel, je mag natuurlijk jezelf je stappen gaan doen en je dingen gaan maken enzovoorts. Maar de rol van zo iemand die educatie biedt voor jou, die dan dicht op je huid zit. Was het erg belangrijk voor je carrière? Misschien niet zozeer voor het educatieve, mm-hmm. maar zij hebben wel ook allebei een hele bepalende invloed gehad, een bepalende wending gegeven aan mijn loopbaan. Mm-hmm. Dus zij hebben allebei iets in me gezien wat me geholpen heeft on track te blijven. Want ik ben iemand die heel erg de grenzen opzoekt. En als je dat doet op de verkeerde plek, dan duwen ze je van je pad af. Ja, ja, ja. Maar zij zijn degene geweest die me meerdere keren het goede pad opgestuurd hebben. Dus een soort van combinatie van vertrouwen geven, waardoor je, zeg maar, zelf opbloeit. Richard Branson zegt ook dat een van de meest belangrijke dingen is: geef mensen de aandacht, zeg tegen mensen dat ze hartstikke goed doen en ze floreren. Ja. Dat is een hele belangrijke factor voor jou geweest binnen dat geheel. Ja, heel belangrijk. Want ik geloof wel in mezelf, maar andere mensen moeten dat ook doen. Als niemand anders dat doet, dan leef je in een hele rare bubbel. Ja, zeker. Zo'n bevestiging is mooi dan. Ja. En dan op een gegeven moment, oké, je bent dan, zeg maar, Ed en je bent aan het groeien en je maakt je stappen en je creëert ook naam. Ik bedoel, je hebt mooie werk gemaakt enzovoorts. En nu zie je steeds meer, ben je gaan shiften van natuurlijk talent en op een gegeven moment zit je een beetje tussenin en nu zit je hoger in de boom. Je bent creatief directeur nu bijvoorbeeld bij Bijen Meijer en daarvoor heb je ook bij Et Cetera dat gedaan. En nu zie je, zeg maar, in de huidige tijdsgeest en je zit van de andere kant en je ziet het talent wat momenteel, zeg maar, naar de markt toe gaat om zichzelf te ontwikkelen. Is er een groot verschil voor jou met het talent van vroeger en nu? Aan de ene kant wel. Je had het grappig dat je dat VPRO-gedeelte aanstipte. Want kijk, waar ik behoefte aan had toen ik... nog steeds wel, hoor. Maar waar ik toen heel erg behoefte aan had is publiceren. Zeg maar dingen naar buiten brengen dat mensen je werk zien. En liefst ook dat ze het waarderen. Dus je wil gezien worden, zeg maar. Ja. En reclame is een hele goede manier om werk te maken wat gezien wordt. Mm-hmm.
Maar je ziet nu, bijvoorbeeld, ik geef les op de Willem de Koning nu. Ja. Dat vind ik wel ironisch, want nou goed, eerst bijna vanaf getrapt. Ja, niet betaald. Dan geef ik een les. Maar nee, ik geef les op de Willem de Koning Academie. Ja. En daar zie je dus kids die halen gewoon, alleen al voor de sport, alleen al om te kijken, doen ze wedstrijdjes in de klas, wie de meeste YouTube-hits in de kortste tijd kunnen krijgen. Dus dan hebben ze gewoon, die sprokkelen gewoon 20.000, 30.000 hits in een avondje naar binnen, gewoon alleen omdat het kan. Ja, weet je? Dus je ziet dat de kracht van die nieuwe media en dat digitale palet wat ze bij zich hebben, dat ze dat heel erg gebruiken om op meer plekken gezien te worden dan alleen maar via werk en opdracht. Ja, 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 ja. Dat is uiteindelijk wat we doen. Ja, want uiteindelijk de lengte van oké, van het creëren en publiceren is een stuk vele malen korter. Als jij vandaag de dag bijvoorbeeld een jonge god was geweest, in deze tijd zoals ze was opgegroeid, hoe was dat dan voor jou misschien wel uitgepakt? Ben ik best benieuwd, zou je al een paar stappen verder zijn geweest? Omdat het valt op zich wel mee. Ik had begin jaren 90 zat ik ook al op internet en ik maakte eind jaren 90 ook al websites en zo. Dus ik heb ook, daar heb ik ook mijn dingetjes wel gedaan. En ik doe ook heel veel dingen digitaal. Dus voor mij is het niet zo dat ik dat ontbeer in mijn palet, maar ik heb me wel heel erg gespecialiseerd in massamedia. Ja, ja, ja. En nu is dat is ook een massamedium inmiddels. Ja, maar, zeker. Maar goed, ja, het is nou eenmaal waar je uiteindelijk de meeste ervaring in hebt. Ja, ja, dus bij jongs af aan was je aan het publiceren, was je aan het creëren, was je aan het maken. Hm. En je geeft nu les en je bent dan nu hoog in de boom als creatief directeur en je geeft aan, maar hoe als jij het talent van vandaag de dag ziet en jij moet het natuurlijk ook spotten voor je eigen bedrijf om dat binnen te halen. Want talent is denk ik enorm belangrijk. Een van de meest belangrijke. Het draait alleen maar om talent. Het draait alleen maar om talent. Hoe doe je dat nu bij de positie waar je nu bent om talent aan te trekken? Je bedoelt vanuit mijn leraarschap of vanuit bij mij? Nou ja, ik heb vermoed. Nou, misschien dat je wel vanuit je leraarschap als een soort van loverboy eigenlijk de talenten overhevelt naar bij mij. Ja, ik zou hem meer scout willen noemen. Yes. Maar nee, natuurlijk. Het is wel een van mijn, zeg maar, een van de incentives. Een van de bonussen van dat leraarschap is inderdaad dat je in staat bent om talent al snel om talent te leren kennen. Dus met naam en toenaam en een gezicht erbij en dat je het werk kent, heel belangrijk. En een andere bonus voor mij is dat het me ook heel erg inspireert. Want je ziet ook, ze maken dingen, zoals ik al vertelde. Een jongen bijvoorbeeld die maakt briljante illustraties en die knalt elke dag een illustratie op Facebook. En ik vind het een Hans Glock. Hans Glock. Glock popt iedere dag een tekening op Facebook. Ja, ja. Heel erg leuk. Maar die jongen die zat in een van mijn klassen. Ja. En dan zie je gewoon, dat inspireert me heel erg. Want dat zou ik ook makkelijk kunnen doen. Ik teken ook heel graag. Ik zou makkelijk iedere dag een tekening op Facebook kunnen zetten. En het online kunnen zetten. Ja. Maar niet zo goed als hij trouwens, maar goed. Ik heb nog een paar dingen voorbij zien komen. Hij is wel echt wel goed. Maar ik ben ook benieuwd van hoe jij dan als Bijen Meijer zijn en nu zeg maar gewoon dat talent zeg maar naar je toe trekt echt. Want je moet gewoon een concurrentiestrijd aangaan met niet alleen maar andere bureaus, maar ook met de kans dat vrij werk te creëren en allerlei andere partijen. Hoe doe je dat zeg maar? We zijn nu op zoek naar een junior team. Dus ik weet niet hoeveel mensen we zijn op zoek naar een junior team. En hoe je dat doet, ik heb een bericht gepost op de Jonge Honden site en we hebben een gevel en op die gevel hebben we een soort flexibel lettersysteem waarbij we ook even gezegd hebben dat we een junior team zoeken. We hebben dat eigenlijk overal wel gedropt. Mm-hmm. Ik heb ook veel gesprekken gehad. We zijn er nog niet helemaal uit. Mm-hmm. We krijgen heel veel seniors op bezoek, maar het ligt net even te hoog boven het budget. Maar, goed. Dus, maar het is gewoon, gewoon naar buiten toe roepen dat het gewoon moet komen. Ja, en gewoon overal maar roepen. Ja, ja, ja. En maar hoe doe je dat dan, zeg maar, als je talent dan eenmaal binnen hebt? Ook met de wetenschap die jij hebt meegekregen en alle mentoren en de stappen die je hebt gemaakt. Wat voor een omgeving creëer je dan voor zo'n talent dat binnen bij zo'n bureau komt? Ja, ik denk ik had het al eerder over die twee polen, van enthousiasmeren en kritisch genoeg zijn. Ik denk dat volgens mij de beste omgeving is voor creatie. Kijk, als je baas te snel tevreden is, dan is dat comfortabel. Maar uiteindelijk denk je van aan het eind van het jaar van waarom heb ik geen beter werk gemaakt? En als je baas alleen maar kritisch is en de hele tijd alles affakkelt, dan blokkeert dat. Hè? Ja. Dan zit je niet zo los in de schouders. Dus volgens mij is dat de mix, maar dat klinkt ook weer heel obligaat. Maar, dus die omgeving is, voor mij gaat het heel erg over werkplezier en ook het kietelen van ego. Want kijk, een creatief wil zichzelf laten zien. Uh-huh. En dus die wil ook erkenning en die wil schouderpopjes. Ja. Ja.
En dat, is, dat, dat, is... dat, dat, dat zoek, proberen op te zoeken. En ja. Je bent nu redelijk recent binnen bij mij daar binnengekomen. En dus je bent bezig natuurlijk om dat te creëren. Maar als je kijkt naar de markt momenteel, van zijn er, welke plekken vind je momenteel die het heel erg goed doen op het gebied van talent scouten, binnenhalen? En dat... het beste bureau, zeg maar het Ajax qua scouting van de Nederlandse reclamewereld is TBWA. Ja. Dus ik ben ooit een keer creatief directeur geweest bij Euro-RSCG. Ja. En daar hadden we vier fantastische teams. Mm-hmm. Die zijn alle vier bij TBWA terechtgekomen uiteindelijk. Die hele vloer is gewoon leeggekocht door TBWA. Dus die, en dat was een bureau wat eigenlijk nooit zo heel erg creatief of heel erg zichtbaar was. Mm-hmm. Maar we waren net lekker bezig en het eerste team werd al weggehaald, weggekaapt. Ja. En dat ging zo door tot die hele vloer uiteindelijk weggekocht was. Wauw. Ja, een heel groot compliment, maar wel hyper irritant natuurlijk. Ja, zeker. Dat kan ik zeer zeker snappen. Maar dus TBWA, die gooit geld tegenaan, maar die creëert dan ook een soort environment hier zo in Nederland, waar dan talent echt maximaal kan exceleren. Talent blijft daar ook. Ik heb er zelf ook gewerkt. Het is een hele fijne creatieve omgeving. En het talent wordt genurtured. Ja. Het wordt gekoesterd. En, en je bent in staat om elk jaar je prijzen en je nominaties en alles wat voor een creatief belangrijk is om zich te laten zien, dat wordt allemaal gefaciliteerd bij TBWA. Ja, hoe belangrijk, dat heb ik toen ook al gevraagd. Je prijzen, je platform, je hebt zelfvertrouwen nodig en awards enzovoort. Ik ben hier na een paar, nog niet zo lang dat ik meega een beetje in het wereld. Dus ik zie dat awards enzovoort. Ja. Maar ja, de waarde van die awards voor talent enzovoort is nog steeds echt heel belangrijk als een soort van prestigieus ding? Of? Prijzen zijn natuurlijk sowieso een prestigefactor. Ja. En daar heb ik mijn persoonlijke mening over prijzen wijkt iets af. Om het te understaten van wat ik er vakmatig van vind. Ja. Of tenminste, erken dat jonge mensen prijzen nodig hebben om zichzelf in de picture te spelen. Ja, ja, ja. Dus dat zou ik nooit ontkennen. Ik zal nooit als bureau zeggen, zenden niet meer in, want dan demotiveer je creatie ook mee. Ja, ja. Maar als het mij persoonlijk lag, zou ik voor bepaalde festivals niet inzenden. Nee, maar dat is een persoonlijk ding. Maar het is wel belangrijk, dus daarom ook onder andere als bureau zijn, om wellicht een heel groot verzameling van awards te hebben, om aan te geven hoe serieus je het neemt voor het talent wat dan vervolgens... Voor talent is het heel belangrijk. Ja, 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 ja. En, maar vooral voor jong talent. Ik denk dat op een gegeven moment als je prijsjes een beetje hebt gewonnen, dan weet je wel van, nou goed, ik draai mee in een bepaald soort categorie. Ja, 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 ja. Prima. En dan moet je vanuit dat zelfvertrouwen gewoon vooral alleen maar doen waar je in gelooft. En niet als je wat aan het maken bent van, zou dat wat kunnen winnen? Zo moet je niet werken, vind ik. Dat moet ook niet leading blokkeert. Zijn binnen het bureau. Nee. Nou, wat ik interessant vond, dat onderzoek wat ik net ook jou liet lezen backstage, maar ook een aantal belangrijke dingen die ik naar voren vond komen, was dat 25% eigenlijk aangaf niet tevreden te zijn binnen het vak om daar te werken. En binnen 12 maanden dat ook daaruit zou willen weggaan. 64% gaf aan dat ze heel veel moeite hebben om ruimte te hebben om creatief te zijn. Van die 64%, voor mij even naar alle ondervraagd, toen gevraagd werd, wat zijn de meest creatieve bedrijven van deze wereld, waren reclamebureaus helemaal niet aanwezig eigenlijk in de output daarvan. En wat ik wel interessant vind eigenlijk is, zeg maar, van als je het ziet, die wereld die verandert, zeg maar, publiceren enzovoorts om je heen. En je kijkt naar bijvoorbeeld de Kakhiels van deze wereld, de Glocks, de Hans Glocks van deze wereld, hoe dat enorm aan het veranderen is. Hoe denk je dat die bureaus die vandaag de dag, hoe die daarin mee moeten gaan? Je hebt natuurlijk je basisdingen, wat je zegt, het motiveren. Ik denk dat artikel spijker op zijn kop slaat. Mm-hmm. Het is nog steeds wel een creatieve industrie. Alleen individueel, die reclamebureaus, die zijn allemaal verkrampt. Die zijn allemaal angstig geworden om hun klanten kwijt te raken. Dat is natuurlijk een vette crisis. Ja. Dus je voelt die verkramping moet eruit. Het moet gewoon wat losser in de schouders. En je moet inderdaad weer een creatief bureau willen en durven zijn. Ja, ja. En dat is een beetje eng voor heel veel mensen. Dus die verkramping moet eruit. Ik denk dat we inderdaad... we zijn nog steeds een hele goede kweekvijver voor talent. Mm. Er is ook, dat heeft ook te maken met het feit dat er nog steeds budgetten zijn om werk te kunnen maken. Want budget creëert ook... niveau. Mm-hmm. Maar het moet wel. Je moet inderdaad individueel heel goed kijken naar de omgeving waarbinnen je gaat. En die kijk je naar, wat vind je dan bijvoorbeeld van al die bureaus die zoals een Anomaly, die nog maar 25% van hun inkomsten daadwerkelijk haalt uit direct communicatie gerelateerde zaken, zeg maar. De rest daaromheen is meer gewoon werk vanuit eigen productie enzovoort. Ja, fantastisch. En ik gebruik Rembrandt van Rijn heel vaak als voorbeeld. Ja. Rembrandt van Rijn was een, die kennen we als kunstenaar. Ja. Maar zijn bekendste werk heeft hij in opdracht gemaakt. Nachtwacht, dat is een briljant stuk. Ja, zijn meesterstuk.
stuk, mm-hmm. is gewoon werk in opdracht geweest. Mm-hmm. En als je jezelf creatief fit wil houden, dan moet je niet alleen, dan moet je inderdaad daarnaast ook vrije dingen doen. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Ja. Dus, want dat resulteerde in de nachtwacht, vond ik een hele mooie anekdote. Misschien wel wellicht de anekdote waar we mee zouden moeten afsluiten. Vertel eens verder die anekdote, hoe je dat zeg maar zegt in de lezing. Okay. Ik vind het wel cool namelijk. In de tijd van Rembrandt waren de schuttersverenigingen waren vrij rijk. En er waren meerdere schutterstukken, opdrachten voor schutterstukken vervaardigd. Ja. Ja. En ik geef al wel eens als voorbeeld, je hebt de nachtwacht van Rembrandt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook voor Frans Hals heb je ook een schutterstuk. Ja. En het schutterstuk van Frans Hals, daarin kreeg de klant helemaal waar voor zijn geld. Want er stonden gewoon twee keurige rijen mannen in daglicht. En ieder keurig geportretteerd. Ze moesten ook allemaal individueel betalen voor het portret. Ja. Dat was ook zo bij de nachtwacht. Bij de nachtwacht staan ze schots en scheef door elkaar. De ene wordt afgedekt door de arm van de andere. Ja. De ene is gereduceerd tot een paar verfvegen. En tot slot en tot overmaat van ramp stond er ook nog eens een keer een of ander onbekend meisje in clair obscuur. Alle aandacht lekker te shinen, al die aandacht naar zich toe te trekken. Dus die klant die was allesbehalve tevreden in eerste instantie. Ja. Die moesten allemaal een half jaar salaris moesten ze omgerekend. Een half jaar salaris moesten ze betalen om afgebeeld te worden. En dan kregen ze dat in plaats van gewoon zo'n keurige portret, groepsportret wat Frans Hals had gemaakt. Ja. Dus kregen ze dat bijna een soort... lijkt wel een LSD-trip-achtige, rare... Ja. Met een hondje en nog een dwerg en het een en al gekte. Ja. En uiteindelijk heeft Frans Banning-Kok, de leider van zijn compagnie... heeft dat stuk goedgekeurd. Mm-hmm. En met onderluid protest van zijn achterban. Maar goed, heeft het toch maar goedgekeurd. En uiteindelijk hebben zij wel waar voor hun geld gekregen. Ja, want zeker. Zij zijn de bekendste schutterij ooit in Nederland is geweest. Ja, dus hun roem duurt nu al honderden jaren. Ja, en gaat maar voort. En gaat maar voort. Dankzij de eigenwijzigheid, de koppigheid van Rembrandt. En de vrijheid tot creatie van het talent. Ja, hij werkt in opdracht, maar binnen de opdracht moet je dus de grenzen vinden... Ja. Waarmee je de opdracht tot boven de opdracht uit kan stijgen. Ja, mooi. Goeie dingen. Ja. Ik wil je bedanken, man, voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. Ja, dankjewel. Wodka? Ja, zeker. Lekker. Veel succes bij de casting. Ciao, man. Zie je. Hey, iedereen, ik weet die camera. Ja, hey, leuk dat je meekeek. Tot de volgende keer en een fijne week. Ciao.